Welkom terug. Ons kuier vanavond by Heavenly Promise, 'n herberg vir mishandelde vroue en kinders in Bredasdorp. Sedert die gemeenskapswerker Lana O'Neill die huis in 2015 geopen het, het 502 mense veiligheid hier kom soek. Tans noem 9 vroue en 5 kinders dit hulle tuiste. Ons gesels met van hierdie vroue oor die pad wat hulle moes stap tot by die herberg en vorentoe. Dit is baie lekker om met jou te kan gesels. Ons het nou 'n vreselike lekker tyd hier gehad alreeds en jou ma ook baie goed leer ken. Pam. Yes. Maar jy het 'n interessante storie oor hoe jy hier beland het. Dit kom nou al 'n geruime tydjie aan. Ek en my ma en nog my 2 broers het in 'n abusive huis gebly waar my pa vir ons, nou nie vir my fisies geabuse het nie, maar via my 2 broers en my ma. Hy het vir my altyd met woorde abuse. En ons het besluit om uit te kom. Die 3 dae voor Kersfees. Regtig. 3 dae voor Kersfees. Die aand het hy in my ma geskel. Ek was nie seker wie's waar oor te gaan het nie. En ek het net in my kooi gelê en ek het gehoor dat soos houwe, soos slaan houwe, ek het toch as buiten kan. Maar toe staan ek op en ek gaan om naar die kamer en ek staan in die gang en ek hoor maar die geskeller, ek kom langs aan die kamer en ek gaan in en ek vraag maar, hoekom slaan daar na vir mami? En hy sê vir my, ja, hoekom kom meng jy in? Want hy sê toe my ma, hy gaf my ma steek met die mes. Toe sê ek vir my, as ek wil steek, ek kom steek jy vir my. En toe gaan ek kamer toe en hy was baie lelik gewees in die kamer. Ek het rechter gedink, hy gaat my kom steek in die kamer. So, toe kom wie allemaal hier aan? Net ek en my ma. En jou 2 broers? Die enetjie is mos nou oorlede. Wanneer? 3 jaar terug. Hy het mos selfmoord gepleeg as gevolg van, hy kan ook hierdie abuse mee gehanteer het nie. En hy het mos depressie gehad, 5 jaar depressie. Die paakie is my onderwerf. Dokter paakie waarop ek baie trots is, dat ek om my kom daar gesit het, want ek voel, hy het my deur dit gedra om daar die persoon te wees wat ek wil gewees het op school. Jou broer? My broer. Hy was die enetjie wat my baie gepush het. Hy gaan het doen, hy kan het doen. Probeer net radig. So vertel my van die helingsproces wat jy nou hier plaasgevind het. Ja, hier het ek myself kom vind. Die persoon wie Kimberly regtig is. My persoonlikheid het baie verander. Ek weet, ek het verstand begin kry. Ek kan nie genoeg dankie sê vir Tannie Lana nie. Ek is, ja, Tannie Lana, is die beste persoon wat ek ooit ontmoet het. So'n steen vir my, ja, op my reg waar ek verkeerd is. Die Lana skel my, maar ek weet, is vir 'n goeie doel wat Tannie Lana my skel. Ek dink jy, ons sal nog mense soos Tannie Lana kry in die wereld, die. Wel, jylle kan daarom in haar voetspore volg, nee, want jylle sien hier die goeie voorbeeld. Jo, definitief. Ek wens dat daar was meer mense soos Tannie Lana, regtig. Suksesvol, Selma Jacobs. Sy het ingekom, baie dronk, verkrag. Iemand wat sy baie goed ken, het in Stellenbosch gebeur. Toe sy van die wasgoed, ek dink die wasgoed van afval, toe sy inkom, toe wacht hy haar in die huis in. Die ouwe het 15 jaar gekry, en hy word nou op 'n rol vrygelaat. O, yes. En ek het al laatst week gesê, nee Selma, jy is een baie beter mens as ek. Sy het om vergewe. Selma drink glad nie. Selma het haar eie huis gekry, dink 3 jaar terug, werk vir CWP. Selma kom as ek haar nou nodig het, sy gaan kom uithelp, enige tyd. Dit was op 'n saterdagmiddag. Die seuns wat nou vir Karelse ma, het hulle nou gegaan na 'n plekje Wesbank toe. Ek het vir my was het so opvang, en hier kom die seun aan. En nou as jy inkom by die deur, by die huis, daar is jy uitkomkansie, want het is net 1 deur. Die kom net by, die wil 1 deur toe, maar die maak die deur toe, en die voor die vensters is nog tralies ook. En ek kom daar en het is mense wat gedrak is. Hulle oor staan, doodsel in die kop, en sê, nie is my, oh, antie verdag,
Maar ik doe frek. Ik was ziek over een maand in Stellenbosch in het hospitaal gelegen. Een paar ernstige gezichtsbeseringen. Ik zag, ik ben hier gestikt met een mes. Die oog. Ik ben zo gestikt dat die oog kan niet lekker zien. En hier wordt mijn oog al gestikt met een mes. En hier, die het uitgehangen. Uitgehangen, toen ik nog bang voor mij is, ik aangekomen. Maar Selma, jij hebt besluit om hem te vergeven. Ja, ik zei al die jaren, hij heeft van mij vrij gemaakt. En ook ik, kan maar zien, als ik zei die jaren, heb mij vrij gemaakt. Nou had ik nog voor jou, ik iets in jou, nou had ik nog voor jou hart. En toen belde ze zuster nog die dag van mij. Toen zei ze van mij, maar de politie heeft mij gezocht in Stellenbosch. Toen zei ze, ik kan nou op een waarhoor uitkomen. Toen zei ik van ja, hij kan op een waarhoor uitkomen. Maar ik zei, al wat ik verlang is als iemand om hem inneem. Hij moet bij mensen komen waar wat sterk is. Misschien gelovige mensen. Dus ik zei altijd, ik hoop een bid maar dat daar deelbraak voor gaat komen. Dat er iemand zal wezen wat hem wil inneem. En ook maar voor mijn kans om hier op je leven. Maar je hebt ook paar meer als dit deur gemaakt, nee? Ja, ze was altijd maar wat ik me daar. En ze hebben een bos moest gebruiken. Ja, daar had ik nog een beetje bij je. Alcohol gemisbruik ook daar bij je. En dat is waar Dylan eigenlijk al vertalen alcoholsyndroom waar is. Dylan is jouw zoon? Dylan is mijn zoon, die oud jongste. Dat is nog vertalen alcoholsyndroom waar. Die leert eigenlijk in de foto. Want ik heb nog niet geweten, alcohol is zo schadelijk voor hem niet. En toen hij nog geboren wordt, toen zijn er net zo'n stukje mensen. Toen ik aan voorbij vrouw mensen bij te zeggen, ik zei altijd voor jullie, ik moet jullie gesjaals. Ik zei, ik moet voor jullie een dank zijn. Als ik je weet, ik was ook daar. Ik was daar, als die wat ik je gevaar heb, ik raak ze niet. Maar nu kan ik voor jullie zeggen wat die gevaar is. Ja, Lana, die goed wat jij moet zien is absoluut verschrikkelijk. En die stories wat jij hoort. En het is belangrijk dat mensen dit hoor, precies wat gebeur het. Ja. Hulle, die mensen willen het hoor, maar die mensen willen het ook hoor. You know, het gebeur bij mij niet, so dis okay. Nou, ons moet begin, ons moet net op die punt komen te sê, dit kan met mij gebeuren. Dit kan met mijn familie lid gebeur. As ons op die punt kan komen, dan kan ons een verschil maken binnen in onze eie omgeving. Thank you.